Wat? Wie bent u? Jij? Maar we kunnen het regelen. Misschien eens drinken? Hallo? Opa? Wat hè? Ja, ik kom onmiddellijk. Zeg, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Onze vader is vermoord. Hij is doodgeschoten. Maar moeten we de politie dan niet bellen? Politie, we zijn een maffiafamilie. Wat gaat hier agenten laten rondlopen en die gaan allemaal ambetante vragen stellen? Dat doet je toch niet? Ja, dat is waar. Ja, dus gisteren, of ja, vanmorgen kwam ik hier binnen. En ik wou even praten over de kwestie dat we een nieuwe concurrent hebben. En toen vond ik hem hier, op de grond. En toen heb ik iedereen gebeld. Een nieuwe concurrent? Ja, wacht, ik zal even laten zien. Pottex. De lijm zelf is heel slecht, maar hij ruikt al veel beter dan voor ons. En onze afzet is met 35% gedaald. Wat helemaal niet goed is natuurlijk. Ja, wat gaan we daaraan doen? Misschien moeten we eens naar het testament kijken van ons vader. Wat daarin staat wie het nieuwe opvolger wordt. Ja, dat is een goed idee. Dat vind ik ook een goed idee. Oké. Hé, hey, maar die brief is al open. Ja, ons vader zal je met prutling hebben vastgemaakt. Gaat het, Johan? Ja, gaat wel. Hier, pak je nu nieuws. Ja, we zijn die opengemaakt. Jongen, die nieuws. Dat is verschieten, hè. Ja, maar goed. Testament, dat is belangrijk. Waarde familieleden, ik ben een oude man en zoals dat meestal gaat met oude mannen ben ik slecht te been. Meestal chagrijnig en compleet impotent. Na dat buiten beschouwing laten, is het tijd om mijn testament te schrijven. Ik ga geen preek van een uur besteken, want daarvoor is de tijd die ik nog heb te kostbaar. Ik heb lang nagedacht aan wie ik ons bloeiend familiebedrijf zou nalaten. Hij moet standvastig, innovatief en niet dezelfde fouten maken die ik in het verleden gemaakt heb. Ik laat dan alles na aan Johan Eriksson. Ik verwacht van de andere steun toeverlaat aan het nieuwe familiehoofd
Het gaat jullie goed, Tom Eriksson. Mag ik eens kijken? Ja. Ja, het staat hier zwaar op wit. Johan Eriksson. Mm-hmm. Ons vader heeft daar mij als opvolger aangeduid. Ik ga mijn best voor doen en zal het bedrijf erop genoemd worden. Is dat alles wat je wilt? Ik ga Hans en Niels ervoor laten zorgen dat ons vader begraven wordt. En ja, voor de rest zal ons wel onderkomen terug. Ja. Goed, dan ga ik door. Ja. Niels? Ja. Ja, ik had moeten vertrekken. Stof. Hou je goed, hè? Ja, merci. Iets niet, hè. Johan, die toestand van onze zwarte kast, dat baart mij echt zorgen. 30% omzetdaling, dat is niet niks, hè. Nee, dat heeft te maken met de nieuwe concurrent van ons, Potex. Ja, dat is waar. Ze zijn sterk. En hun lijm kleeft bijna even slecht als die van ons. En dat is ook niet alles. Hier. Dit kreeg ik deze morgen door mijn raam gesmeten. Tom Eriksson, je monopolie is gedaan. Haak af, of jij bent de eerste. Toedels, Tom Potex. Toedels. Een bedreiging? Laten we Hans en Niels halen. Zeg, Johan, verstand heb je ook niet meegekregen, hè? Ja, nee, dat is waar. We weten niet eens wie die Tom Potex is. We hebben geen flauw idee waar die woont. Dat staat natuurlijk niet op hun verpakkingen. Wat gaat je daar naartoe sturen? Nee, weet je, je bent misschien niet van de slimste. Maar alleszins, jij wel de trouw gediend, niet gelijk je broer Bjorn Zaliger daar. Alleszins, ik wil dat jij dit voor mij uitzoekt. Ondertussen heb ik ook mijn voorzorgen genomen, je weet maar nooit. Dus ik heb mijn testament geschreven. Berg dat op in onze geheime bergplaats, je weet wel, in de piano. Ja. Ik heb wat rust nodig nu, zoek het uit. Oké, dat is goed. Ah, nee, ik kan toch eerst lezen. Huh? Die bastard! Ja, nee, dat gaat niet. Ik of wat?